De Fuga Magister. Whistling Turtle. Dinky Toy. Het verhaal van de Fuga Magister bij de Belgische luchtmacht begint in 1958. Toen besliste de regering om een straaltrainer aan te kopen om in regel te zijn met de NAVO-richtlijnen. De keuze viel op de Fuga. Maar zijn geschiedenis is uiteindelijk veel meer geworden dan dat van een opleidingsvliegtuig voor leerlingpiloten. De Fuga was voorzien om de T6 Harvard op de basis Kamina in Congo te vervangen, waarop tot dan toe de gevorderde vliegopleiding werd gegeven. Het was ten eerste een prachtige basis, de Kamina. Het was een juweeltje. De school werkte uitstekend op Harvard. We hadden toen nog heel veel leerlingpiloten. Ik heb er trouwens zelf mijn opleiding gedaan in 1954. En dan de komst van dat nieuw toestel en die overgang naar jet, iedereen was heel enthousiast over. De eerste Fuga van de 20 die Congo zouden bereiken kwam aan op 22 januari 1960 te Kamina. Hij werd rechtstreeks per C-119 overgevlogen vanuit de fabriek in Toulouse. Maar terwijl vliegtuigen en vlieginstructeurs zich voorbereiden om de eerste leerlingen te ontvangen, roept Congo op 30 juni 1960 de onafhankelijkheid uit. Ja, wij wisten niet aan wat we ons konden verwachten. Hè. Men had eigenlijk een beetje bang. Men was een beetje bang voor de bevolking zelf. Vandaar dat er enkele maanden voor de onafhankelijkheid vluchten uitgevoerd werden. Men noemde dat intimidatievluchten. Vluchten op lage hoogte over dorpen en zo. Bij het uitbreken van de eerste onlusten worden de Harvards bewapend, gevolgd door 6 Fugas. Met 2 machinegeweren in de neus en 2 paar raketten onder de vleugels vliegen ze verschillende opdrachten. Uiteindelijk worden ze ook ingezet bij de herovering van de luchthaven in Djili van Leopoldstad, waar ze onze paras ter hulp kwamen. Dit was van cruciaal belang om de luchtbrug te bouwen voor de repatriëring van onze landgenoten naar België. Onder druk van de UNO moet België zijn troepen terugtrekken uit zijn voormalige kolonie. Dit betekent meteen ook het einde van de vliegopleidingen in Kamina. De gevorderde vliegschool, later het vervolmakingscentrum, wordt uiteindelijk opgericht in Brustum. De geplande Belgisch-Nederlandse samenwerking wordt behouden. En nadat een eerste groep Nederlandse instructeurs en leerlingen was neergestreken in Brustum, wordt de Benelux-opleiding officieel ingeluid begin 1962. De militaire vliegeropleiding zag er toen als volgt uit. Een basisopleiding op SV-4 voor de Belgen en voor de Nederlanders op Fokker 11. Met ongeveer 30 vlieguren op het actief trokken de leerlingen dan richting Brustum en meer bepaald de gevorderde vliegschool. Hier had een 8 maand durende opleiding plaats op de Fuga Magister. Na
deze fase hadden de kandidaatvliegers 150 vlieguren op de Fuga, waarvan 60 uur solo. De vliegopleiding werd tenslotte voltooid in Woensdrecht in Nederland op T33. Wel, zoals zoveel piloten die een opleiding gedaan hebben op dit toestel, was dat mijn tweede militair vliegtuig. Destijds was de opleidingscyclus eerst de SV4 en dan Fuga en dan T33. En u kunt u wel inbeelden, de SV4 voor de kenners is nog een vliegtuigje met een dubbeldekker. En van daaruit naar een jet stappen, dat was een enorme sprong voorwaarts voor mij. In de gevorderde vliegschool, later het zevende smaldeel, stappen de leerlingpiloten dus het straaljagertijdperk binnen. Gewapend met helm, zuurstofmasker en heel veel ambitie krijgen ze een intensieve vliegperiode voorgeschoteld. De leerlingen bekwamen zich naast de theorievakken in de algemene vliegbeginselen. Het vliegen zonder zicht, navigatievliegen, nachtvliegen en niet onbelangrijk, het formatievliegen. Hij was een uitstekende straaltrainer, hè. Zo zijn ze tegenwoordig niet meer. Dat was nog een redelijk moeilijk toestel toch, met al de kenmerken van een klassiek toestel. In 1971 komt aan de Belgisch-Nederlandse samenwerking een einde. Het vervolmakingscentrum in Brustum ondergaat een herorganisatie. De gevorderde vliegschool wordt het zevende smaldeel. De vluchtvorming monitoren wordt het negende smaldeel. De Fuga's krijgen tenslotte ook nog gezelschap van de T33 in het pas opgerichte elfde smaldeel. Tijdens de opleiding slaan de Fuga's regelmatig hun vleugels uit. Er worden schietkampen georganiseerd in het buitenland, onder meer in Solenzara. Hier loodsen de instructeurs met hun praktijkervaring van de jachtvliegerij de leerlingen steeds dichter en dichter naar hun einddoel. Eens dat je gebreveteerd piloot bent en je wordt geroepen om instructeur te worden, krijg je daar een degelijke opleiding voor. Die duurde toen 6 maanden met de methodologie om les te geven. Het zo perfect mogelijk uitvoeren van de manoeuvres, omdat je die moest kunnen allemaal voorvliegen. En dan een ingesteldheid om de leerling echt naar zijn brevet toe te helpen. Voor de vele jonge kandidaatpiloten was de aanwezigheid van de Rode Duivels, het demonstratieteam op Fuga Magister, een extra motivatie. In de periode 52-63 had er al een acrobatieteam gevlogen op onder meer Meteor en Hunter. Het kreeg in 59 zijn legendarische naam, de Rode Duivels. En het werd heropgericht in 1965, al gebeurde dat op een eerder onorthodoxe manier. En we hadden die ons het amené. Et on s'était entraîné en cachette, hein. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois derrière, et on est parti à 4 à vendredi après-midi. Et on s'est emmené sur l'aéroport et on a fait un looping, un tonneau, un virage et puis atterrissage. Et moi je me suis dit, ben voilà, maintenant ou bien c'est la fin de ma carrière ou bien ça passe. Et on atterrissait et qu'on me demandait d'aller au rapport du chef de corps, je dis ben ça y est, c'est cassé.
Et le chef de corps, c'était le colonel Wills à l'époque, qui est devenu général par après. Et alors, quand on m'a dit que c'était au mess qui nous attendait, alors là, ça, c'était plus merveilleux. Et il a essayé de garder son sérieux pendant un moment, et puis il a éclaté de rire, et il a dit « Ok, ben, on va le faire officiellement maintenant. » Et c'est comme ça que ça a commencé. De Rode Duivels zelf werden gerecruiteerd uit de instructeurs van het 7e en het 9e smaldeel van het vervolmakingscentrum. Het team vloog in afwisselende bezettingen, maar de meeste seizoenen werden met 6 toestellen afgewerkt. Hoewel de Fuga een licht en eenvoudig te besturen toestel was, kwam het net wat stuwkracht tekort. Toch slaagden de teamleden erin om een fraai programma in elkaar te zetten. Nous avions énormément de succès à l'étranger parce que la majorité des patrouilles acrobatiques c'était beaucoup de bruit. Beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance. Et nous, on était obligés de travailler dans la dentelle. Parce qu'on n'avait pas de moteur, on n'avait pas de puissance. Maar ook bij de Belgische luchtmacht staat de vooruitgang niet stil. In 1979 kondigde de aankomst van de Alphajet het einde van de scholing op de Fuga aan. De Alphajet, eveneens van Franse makelij, vervangt naast de Magister ook de T-33. Zo beginnen de pilotenopleidingen aan een nieuw hoofdstuk in de luchtmacht. De Fuga Magister is lang nog niet afgeschreven en start op zijn beurt met een tweede carrière. Een deel van de vliegtuigen wordt in Kokzijde opgeslagen en vervolgens verkocht. De luchtmacht zelf behoudt een 20-tal magisters. Het grootste gedeelte blijft in Brustum in de Flight Fuga, liefdevol omgedoopt tot de Whistling Turtles. We werden verspreid over de verschillende operationele basissen om dan de gelegenheid te geven aan de bezoekers, piloten, dus eigenlijk staf, onze stafofficieren toen, om nog verder te kunnen blijven vliegen. En dat werd dan op Fuga gedaan op de verschillende basissen. In 1987 centraliseert de luchtmacht opnieuw alle Fuga's in Brustum om er het 33e smaldeel te vormen. In 1989, voor de 30 jaar van de Fuga, werd een toestel geverfd in de kleuren van het 33e. Datzelfde jaar herverscheen de Fuga als demonstratietoestel. Getooid met zijn squadronkleuren bracht de Fuga een solovoorstelling. Het begin van een mooie traditie. Natuurlijk, een vliegtuig in speciale kleuren schilderen, daar moest wat bij komen. En ik kreeg onmiddellijk de vraag terug van kolonel Naats. Allemaal goed en wel, er wordt een Fuga geschilderd, maar hij moet ook gevlogen worden. Dan zijn we maar beginnen denken wat we zouden kunnen en niet kunnen met alle beperkingen die er bestonden. En zo stilaan dan maar een demonstratie beginnen op poten te zetten. Om dan uiteindelijk tijdens de meeting van 89 de allereerste solo-demonstratie te vliegen. Eind 1996, met de sluiting van de basis van Brustum, werden de Fuga's overgebracht naar Bevecom. Op 7 december 1999 werd het 33e smaldeel ontbonden. De Fuga's opereren vanaf nu in de Fuga Flight van het 7e smaldeel in de eerste wing. Tegelijkertijd blijft dit vliegtuig op pensioengerechtigde leeftijd een ambassadeur van België in het buitenland. La force aérienne a été la dernière force aérienne militaire à utiliser le Fuga. Il faut savoir que le Fuga était très populaire en France, que c'est un avion qui est devenu mythique et tout à fait historique. Et c'est pour ça que j'avais reçu beaucoup d'invitations, ce qui faisait que je faisais au moins une vingtaine de meetings par an.
Ondertussen blijft de Fuga Magister trouw door de lucht snorren. Op airshows blijft ze een graag geziene gast. Het vertrek van de Fuga wordt enkele malen uitgesteld tot het einde onverbiddelijk nadert. De laatste Fuga krijgt nog een speciaal kleurenschema met als opschrift The Last of the Many. C'est un avion unique parce que c'est le dernier qui nous reste dans l'inventaire de la force aérienne belge, qu'on appelle maintenant la composante aérienne. C'est le dernier survivant de 50 avions qui ont servi à l'entraînement de centaines de pilotes. Eind september 2007 slaat ze voor de laatste maal haar vleugels uit en vliegt ze door de hemel. Op naar haar plaats in de geschiedenis. Een plaats die ze zeker en vast heeft verdiend. C'est un avion mythique parce que les Anglais ont toujours dit when an aircraft looks beautiful, it flies beautifully. Well, et c'est toujours comme ça. Cet avion était une leçon d'aérodynamique et c'était un dessin fantastique. Adieu, Fuga. Vaarwel.